De Stichting Milieuwatch Suriname hield gisteren een lezing over het gevaar van blootstelling aan asbest voor de volksgezondheid. De organisatie is de mening toegedaan dat het probleem nog onvoldoende wordt belicht. Vandaar dat er meer informatie verstrekt is over het onderwerp asbest. Dit gebeurde in het auditorium van het Self-Reliance gebouw. Het was tevens ook de eerste officiële activiteit van deze nieuwbakken organisatie. De asbestdeskundige Erik Wekker hield de inleiding over asbest in Suriname. Hij gaf onder meer aan dat asbest in Wageningen, maar ook in andere delen van ons land nog steeds voorkomt. Verder vereist het omgaan met asbest, met name het verwijderen ervan, om een specifieke deskundigheid. Hij gaf mee aan aanwezigen dat het gevaar van asbest in ons land nog te veel wordt onderschat. De Stichting Milieuwatch Suriname is op 10 november 2016 opgericht onder auspiciën van Schuurman Advocaten. Het kantoor houdt zich al jarenlang bezig met milieuzaken. Volgens Humphrey Schuurman zijn de milieuwetten van Suriname sterk verouderd en passen niet meer bij de huidige ontwikkelingen. Hierdoor kunnen een aantal zaken in ons land niet goed worden geordend, zegt hij. Een regelgeving is het beste, is het enige middel, is het enige middel om ervoor te zorgen te worden geordend. Want bij ordening kun je toezicht houden, je kunt naleven, afdwingen, je kunt zaken sturen, maar als je geen ordening hebt, als je geen regelgeving hebt, kun je ook niet sturen. Dit is voor ons aanleiding geweest om een stichting op te richten met de naam Stichting Milieuwatch Suriname. En in de stichting hebben zitting mevrouw Wilco Oudrington. Wil ik even aangeven, mevrouw Oudrington. We hebben verder mevrouw Jetty Polane en mijn persoon. En we willen hier doen, maar we willen het samen met u doen. Humphrey Schuurman van het advocatenkantoor Schuurman Advocaten. De Stichting Milieuwatch Suriname hield gisteren een lezing over het gevaar van blootstelling aan asbest voor de volksgezondheid. Het ging ook om de eerste officiële activiteit van deze nieuwbakken organisatie.